Übertragungssystem. Die Sturmflut nimmt derweil größere Ausmaße. Das Wasser läuft derweil schon über die Deiche. Ist nicht mehr aufzuhalten. Gewaltige Wassermassen überfluten das Festland. Jegliche Kommunikation ist ausgefallen. Der Regen und das Unwetter nimmt immer weiter zu. Es ist zu spät. Viele Menschen starben. Wir können unsere Fehler nicht wieder gut machen. Doch lasst uns ins Jahr 1962 zurückreisen. Ja, das ist nice. Über die Deiche der Nordsee is no limits. Er is namelijk een jonge man die een project heeft gemaakt. Het gaat om een dark ride. En volgens mij wordt het echt mega vet. En hebben we dit nog niet eerder gezien in het spel. Dus dit wordt Blankenhans. Ja, dit project is gemaakt door Elian. Heeft ook verschillende mooie projecten op zijn naam staan binnen No Limits. En dit heet dus Sturmflutenwelt Blankenhans. Ja, ik heb het hopelijk zo goed gezegd. En ja, wat we zien aan die foto's, het ziet er echt onwijs gaaf uit. Het lijkt af en toe op een bobbaan. En ik kan het niet precies uithalen wat het is, maar we zitten in een groot custom karretje. Dus we gaan waarschijnlijk ook de snelheid niet kunnen zien. Maar het is echt wel iets heel unieks. En ik ben erg benieuwd, want hier zo in die grote loods, daar gaat het allemaal plaatsvinden. Daar ligt dus die dark ride. We kunnen ook zitten, prullenbakjes, en we gaan even de weg oversteken. Nou, dat komt helemaal goed. Het hoort ook, oh, kijk, een metro, die kan je ook nog brengen. Of een tram bedoel ik. Blankenhans. De ingang van het restaurant. Er zit dus een restaurantje verbonden. En we hebben hier ook nog een speeltuintje. We hebben schommels, we hebben een glijbaan met een vuurtoren. Het ziet er wel allemaal gezellig uit. Maar hier gaan we dus naar binnen. Hallo. Ja, moet ik al betalen of niet? Displaytjes. En hier zien we al wat teaming. Wat leuk joh dit. Ziet er gezellig uit. Ik zie een tonnetje met een paar van die rumflesjes. En hier een mooie glaswand. Wat is dit, kino? Kan ik hier naar binnen? Is dit iets? Oh, kijk nou. Een bioscoopje. Nou, dat is leuk. Wat informatie wordt hier uitgelegd met een filmpje wat hier draait. Ja, het bestand was echt groot. Het was 1,2 gigabyte groot. Dus ja, dat filmpje zit erbij. Die foto's moet je natuurlijk inladen. Maar het is wel heel fijn, want ja, bij Planet Coaster moet je het allemaal los downloaden. En hier is het gewoon in één pakket. We hebben ook nog een bootje wat hier staat. Even kijken wat er hier nog is. Want ik kan nog naar boven lopen. Oh, dit ziet er mooi uit, zeg. Wauw. Het is gewoon, ja. Oh, we kunnen nog helemaal naar achter, joh. Wacht even. Dit is volgens mij de uitgang, of niet? Ja, ik kan die kan niet op. Nou, hebben we in ieder geval de uitgang gelijk ontdekt. Hop, zo. Daar is ook een nooduitgang. Misschien mag ik daar niet komen. Dan zou dit dan de wachtrij moeten zijn. Ik vermoed dat dit de wachtrij is. Staat er? Zoom Dijgraf. We kunnen ook Nuka-Cola. Hé, hey, dat is van Fallout. Wat grappig. Oké, een Fallout-referentie hier zo. Dit is gaaf. Dit is heel leuk. Komt geen geluid uit, helaas. Of wel? Nee, ik hoorde wel geluid, maar dat is in de verte. Komt dat hier vandaan? Wow. Oh, dit ziet er mooi uit, joh. En dit... Oh, kijk nou. Dit is het station. Wat gaaf met die boot ook en dat scherm. Dit is heel mooi. Ik ben geloof ik... ben ik op tijd? Het hekje is dicht. Dat zou jammer zijn. Oh, nou, wat een timing. Wat een timing. Ik ga er gelijk in zitten. Wel in het midden. Dat is wel beter. Oké, in het midden. En ik weet ook niet. Is het een dark ride? Is het een achtbaan? Komt er een lancering in? Ik laat me verrassen. Maar ik ben wel echt heel erg benieuwd. Heel erg benieuwd. Ik moet denken aan het Spoorwegmuseum of zo. Die had ook een dark ride. Heeft al iets van weg of zo. Dit is het noodfallübertragungssysteem. Die stormvloed neemt derweil größere Ausmaße aan als vermutet. Wow! We weisen de Einwohner darauf hin, Schutzräume auf te zoeken en zich in Sicherheit te brengen, bevor die Wassermassen das Festland erreichen. Scherm, joh, heel vet. Das Wasser läuft derweil schon über die Deiche. Ein Teil der Stadt ist schon überflutet. Wir wissen nicht, wie lange das Wasser noch aufzuhalten ist und wie hoch es noch steigen wird. Wow! We gaan naar boven. Mooie lift. Ah, die aankleding is vet gedaan, joh. Das Wasser läuft seit Stunden über die Deiche. Ein Großteil der Stadt steht unter Wasser. Jeetje, wat een details, joh. Die Sturmflut in der Geschichte der Nordseeküste. Es gibt keine Hoffnung auf Schneeretung. Een kerk. Wir machen uns Sorgen um die Menschen auf den Schiffen, hinter den Deichen und den Städten. Mögen alle diese Nacht unbeschwert überstehen. Amen. Okay. Wow. Het wordt een achtbaan, of niet? Ja, er komt een beetje vaart in dadelijk. Er komt een beetje vaart in. Oh jee, daar gaan we. Woe! Oh. Die vloed is niet meer over.
aufzuhalten. Gewaltige Wassermassen überfluten das Festland. Jegliche Kommunikation ist so. Regen und das Unwetter nimmt immer weiter zu. Wow. Achtung, der Damm erbricht. Also auf See sitzen natürlich, hä? Wat vet, joh. Het is wel gemotoriseerd, geloof ik. Jeetje, kijk nou. Onder water? Oh, we gaan ook eens schuin. Wat gaaf. Das Ortungssystem ist aktiviert. Wir bringen euch in Sicherheit. Diese Sturmflut forderte viele Todesopfer und ist die schwerste Flut in der Geschichte der deutschen Nordseeküste. Gegen 2 Uhr nachts wurde das Unwetter immer stärker. Die Wassermassen stiegen an. Teile der Deiche brachen. Das Wasser trat ein und überschwemmte das komplette Festland. Ein Großteil der Städte wurden komplett unter Wasser gesetzt. Oh je. Wir fahren auf die Offshore-Forschungsstation zu. Dort habt ihr die Möglichkeit, noch mehr über die Sturmflut zu erfahren. Ich bin benieuwd, was hier gebeurt. Is dan de lift die naar beneden komt of gaan wij naar boven? Dat is nu even de vraag natuurlijk. Ik heb geen idee, maar volgens mij zitten wij in een soort van lift. Is dit dan het einde of... We kunnen uitstappen daar. Maar waar gaat dat karretje dan naartoe? Ik ben benieuwd. Ja, we moeten uitstappen. Oké, dit was echt heel vet. Maar dan ga ik eens kijken hoe dat dan in elkaar zit. Want kijk, hier hadden dan die onderwaterscène natuurlijk. En dan op een gegeven moment ging je hier naartoe. Kijk, daar gaat hij. Volgen hem gelijk. Kijk, daar komt hij aan. Heel toffe scène trouwens. Dan gaat hij dus hier in die lift. Die lift brengt ons naar boven. Hier stappen we uit. Kijk, dat treintje gaat dus door. Of het karretje. Gaat dus daar in de lift. Vervolgens gaat hij naar beneden. En dan komt hij uit bij dat andere stuk. Nou, wat fantastisch dit. Echt heel erg origineel. Wat leuk, joh. En dan hier natuurlijk de uitgang van de attractie. Wauw. Ik ben benieuwd hoe dat zeg maar aan de binnenkant eruit ziet. Want het is natuurlijk allemaal in die hal gebouwd. Even kijken, want ook die hal is echt heel mooi gedaan ook. Ja, dit was echt heel vet in elkaar gezet. Echt geweldig. Wat een mooie attractie. Heel kort, maar de details waren echt bizar. Zelfs met al die trussen die ophingen, met al die lampen erin. Het is echt goed gedaan dit. Wauw, knap. Ja, vond je dit nou een leuk project? Laat vooral even een duimpje achter. Er zijn niet zo heel veel dark rides te vinden in No Limits, dus dit is wel heel uniek om te zien. Mocht jij No Limits 2 hebben, vergeet dan zeker niet om even het project te downloaden en zelf te gaan bekijken. Ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube-kanaal? Klik dan zeker op abonneren en tot de volgende video. Doeg!